And that is the volgende rebound voor Bryant. Ja, je zei het, het is nooit te laat voor Bryant. Hij heeft toch al 20 punten, speelt een draak van de wedstrijd aanval en 14 rebounds. Ja. Dus dat is ongelooflijk. Bryant, extra paasje nog naar Gasol. Die ziet de fout op van Garnett. En die komt er ook. Laat gefloten, maar gefloten en Garnett maar 4 persoonlijke fouten. Ja, dat is redelijk cruciaal hoor. Er is nog ruim 4,5 minuten spelen. Je voelde dat Los Angeles nu het verschil gaat maken. Dit was een foutje. Gasol gaat naar de vrije worplijn. Die staat tot nu toe op 2 uit 7 vanaf die afstand van 4 meter. Ja, maar de situatie is nu veranderd. Dat was steeds inderdaad wat het invloed op. Terwijl ze achter stonden, nu zit ze echt in de flow. En nu moet het gebeuren. Ja. Kijk maar. 2-2 nu voor Pau Gasol. Verschil wordt 6. Rondo laat het balletje lopen om de klok zo laat mogelijk in werking te doen zetten. Pierce. Allen, screen van Wallace. Allen overgenomen door Odom. Met elke keer geswitcht, inmiddels geswitcht. Elke keer geswitcht, dat stond naar Allen toe. Allen levert er niet in. En wie is daarachter met de rebound? Wie dacht u? De Black Mamba, Kobe Bryant. Zijn 15e rebound. Evenveel nu als Pau Gasol. Het schotpercentage van Bryant is vreselijk laag, dat weten we inmiddels wel. Maar voor de rest, toch 20 punten en 15 rebounds. Onvoorstelbaar. En deze er ook nog bij? Nee, rebound is voor Garnett. Verschil blijft 6. We zitten binnen de 4 minuten. Binnen de 4 minuten van het eind van de wedstrijd. En het eind van het seizoen, als we niet gaan verlengen. Pierce, die gooit de bal erin. Pierce naar 16 punten tot scoren bij de Celtics. Nu gaat Garnett voorbij met 15. Heel belangrijk score op dit moment. Er was 6 punten verschil, dat nu 4. Eindelijk hebben ze het een beetje doorbroken. En dat met 3,5 minuten spelen. In theorie is er niks aan de hand nog voor Boston. Bryant met Bryant en Odin. Bryant gaat door. Bryant wil dunken en wordt uit de lucht getrokken door Paul Pierce. Derde persoonlijke fout voor The Truth. En weer vrije worpen voor Bryant. Wil hier vol over Pierce heen dunken. Dat mislukt omdat Pierce in eerste instantie wel goed de bal uit de handen tikt. Maar tegelijkertijd maakt hij ook contact met de veronderstelde dunkarm van Bryant. Zijn vrije worpen gaat wel goed in ieder geval. Deze even niet. Dat betekent dat hij nu op 8 uit 12 staat. Perkins heeft het niet meer. Kan niets doen, kan niets bijdragen aan deze wedstrijd. Met die gescheurde banden in de knie. Excuus. Tweede vrije wordt voor Bryant. Die er dan toch wel in? Ja. 5 punten verschil in het voordeel van de Lakers. Gaan ze hun tweede titel op rij pakken en de tweede titel in de laatste 3 finals, de laatste 3 jaar. Hier komt Garnett door en die dunkt razendsnel. Goede paas ook. Ja, goed gesteld. Een dubbelteaming. Dat wil dus zeggen dat er op het oude gedeelte van het veld een man extra is. En dat was Garnett goed. Bal naar Bryant, Allen, screen van Fischer en Rondo gokt op de steal. Allen nog steeds bij Bryant, Wallace komt kijken. Gasol en Garnett zorgt er in ieder geval maar weer voor dat Gasol niet in eerste instantie scoort. En dat hij het maar weer vanaf de vrije worplijn moet gaan doen zoals hij het zojuist deed met 2 raken vrije worpen. Wat hem op 4 uit 9 bracht. Hier Garnett helemaal vrij. En dat is goed gezien door Rasheed Wallace. De kracht van Los Angeles is in deze wedstrijd, ze hebben aanvallend niet goed gespeeld, dat ze eigenlijk een hele strategie zijn gebleven. Met onder het bord, met kracht spelen.
4-4 nu. De laatste 4-5 hoor. Ja, dat is best wel. 5 minuten verschil weer. Gevecht tussen Fischer en Allen. Allen krijgt de bal terug. Allen naar Garnett. Celtics hebben tijd op de schotklok staan. Wallace. Nee, daar stond de rebound. Bal werd overgeslagen door Ray Allen, maar die komt dan bij Bryant terecht. En die hebben hier een point center, namelijk Pau Gasol, die de bal over de middenlijn probeert te brengen. En dan loopt Pierce er tegenaan en krijgt Gasol alweer vrije worpen. Ja, dat is niet slim gespeeld, hè? Want er is eigenlijk nog niks aan de hand. En nu geef je, terwijl de bal op de middenlijn is, eigenlijk 2 punten per dag. Dat was de vierde fout voor Piers. 5 punten kan 7 punten worden. Als Gasol blijft doorgaan. Die blijft even niet doorgaan. Wat een spanning in de Staples Center. Nou, deze er dan in en dan is het 6 verschil met 2 minuten 20 te spelen. Piers, foutje van Artest. Heel erg gedonder van. Waarom? Die bal is in de hoek. In het veld. Er is geen recht, geen aanleiding om op dat moment een fout te maken. Waarom niet? Wat wil je nou? Die bal afpakken. Ja. Nou, die fout gaat echt wel weg. Ja, maar je geeft zo 2 punten per dag. En hier zal zich die bal niet zo makkelijk laten afpakken, zelfs niet door Ron Artest. Ja. En dit is echt een cadeautje, omdat de verdediging van Los Angeles zo verschrikkelijk goed was. Boston kwam eigenlijk niet op een aanval. En nu hebben ze 2 gemakkelijke 5 minuten. 74-70. Piers staat aan 18 punten. Fischer, het kan nog steeds alle kanten op, hoewel de Lakers het voortouw hebben met een 4-punt voorsprong en de bal in bezit bij Bryant. Artest, Odom vanuit de hoek, Garnett springt, de bal gaat er overheen en draait eruit en de rebound voor Piers, zijn 9e. 1-5. Piers naar de basket, clean block van Gasol. Piers haalt de bal binnen, Wallace haalt de bal niet binnen en duikt ook bijna de eerste rij in. Maakt in ieder geval contact daar. Tom, je zou van al deze momenten, van alle spelers die over de vloer gaan, die in gevecht zijn om de bal, die de tribunes induiken, een behoorlijke mini-documentaire kunnen maken. Van deze ene wedstrijd. Nou, het is op het scherpst van de snede. We hebben het ook al in de vorige wedstrijden gezien. Hier is een finale wedstrijd. Er wordt niks cadeau gegeven. Net een slechte actie van Piers, want er was niks aan de hand. Het is maar 4 punten verschil. Gasol en tussen 3 man in. Weet hij het blokje te omzeilen. En ziet hij de bal over de ring heen vallen. En dat is geen geluk.